Goedemorgen, lieve kijkbuiskinderen. Sorry, ik ben afgeleid. Dan fietst even zo'n heel klein, schattig, donker kindje dat net kan fietsen voor mij. En ik vind het zo cute. Ja, ik ben een sukker voor kindjes. Gewoon vind ze sowieso hartstikke leuk en schattig. En ook dan zo'n mooi keer nog. Zo'n supermooi kindje waar je gewoon bijna in je handtas zou willen doen en zou willen meenemen naar huis. Doe je niet, want dat vinden moeders vaak niet leuk. En terecht toch? Zou gek zijn als ze het wel leuk vinden. Maar goed, ik ben alweer helemaal af. Oh, de fiets er nog eentje. Hoi. Ik ben alweer helemaal afgeleid. Ik ga vandaag lekker een dagje vloggen. Ik heb een vrije dag. En we gaan gewoon eens lekker vloggen. Ik ga even een behandeling doen. Een vitamine C behandeling. Bij de schoonheidsspecialist. Ik wil even naar de Primark. Een shoptrip opnemen van de Primark. En zo gaan we eventjes een leuk dagje ervan maken. Straks ga ik naar Emil, ga ik een beetje koken en zo. En dan gaan we lekker eten samen met z'n tweeën en een filmpje kijken en zo. En nog even op bezoek bij een vriend van hem. Of ja, zijn neef en vriend die ligt in het ziekenhuis. Dus daar gaan we naartoe. Ik heb een aantal plannen vandaag en daar ga ik je lekker in meenemen. Veel kijkplezier. Nee, daar liggen we dan. We hebben net afgesproken dat we even alleen de vitamine C behandeling filmen. Omdat het reinigen niet zo'n leuk gezicht is. Dus dat gaan we dan ook maar gewoon niet doen. Ik ben benieuwd. Je voelt me wel lekker zacht aan. Maar ik heb het ook net gereinigd en niks erop gesmeerd. Want dat leek me beter. Ja, beschermingsfactor. Maar dat is alles. Snorretje is lekker even weg en de huid is helemaal geclenched, gecleansed, hoe je het ook zegt. Reinigingsmelk, tonic, mee-etertjes zijn verwijderd. Helemaal toppie. Nou gaan we dus beginnen aan het vitamine C masker. Poeder, C-poeder met rooibos theewas, toch? Uit de baobabvrucht, de vitamine C poeder en dan met pure rooibos thee. 100% natuurlijk product. Oké. Je ziet het eigenlijk niet, hè? Nee. Ja. Het is een gouden gloed eigenlijk. Ja, het voelt wel lekker. Ja? Ja. Verkoelend. Ja, zeker. Nu weer lekker naar dit harsje is dat wel goed. En hoe noem je dat? Kikilana? Kikilia africana. Zo, een heel mondvol. Een mitextract uit Afrika. Oké. Zo, ik ben weer klaar. Ik ben echt helemaal zen. Echt alles is... Ik voel me helemaal rustig en ontspannen. En dat is voor mijn ADHD al best wel knap eigenlijk. Ik ben ook heel veel te weten gekomen. Ik heb echt veel dingetjes weer geleerd. Over ingrediënten die ik nog niet wist. En eigenlijk had ik mijn video met ingrediëntenlijst lezen nu pas op moeten nemen. Omdat ik toch wel best wel veel te weten ben gekomen. Ik dacht bijvoorbeeld altijd dat deze vlekjes, dat pigmentvlekjes waren. Maar dat is dus corprose, noemen ze het volgens mij. Corpirose. Corprose, dacht ik. En dat zijn gewoon adertjes. Dus die ga je met allerlei producten tegen hyperpigmentatie niet wegkrijgen. En ook dat, eigenlijk voor die corprose... ik noem het maar even corprose, kan best een dat anders heet. Dat het eigenlijk... de producten die ik daarvoor gebruikte, die daar niet bevorderen, zeg maar. Dat die niet daar goed voor zijn of zo. Dus ik wil ook wel een beetje wat veranderingen gaan aanbrengen in mijn skincare. Ik heb ook wat proefmonstertjes meegekregen. Om te proberen, zeg maar, dat ik gewoon eens kan kijken hoe dat bevalt. En misschien dat ik dan ook wel gewoon over kan stappen op wat natuurlijkere ingrediënten voor mijn skincare. In plaats van toch, want ik gebruik best wel wat zuren en wat peelings en zo. En dat is gewoon blijkbaar voor mijn huid gewoon niet altijd even goed. Maar mijn huid voelt heel lekker zacht en heel ontspannen aan en heel verwend. En ik heb echt gewoon ook genoten van hoe laat zat ik er? Om 9:30. Het is nou 9:45, dus best wel lang. Ik heb er echt van genoten, heel erg ontspannen. En ze raden aan om het dan over een week of 5-6 weer te doen. Dus dat ga ik ook zeker doen. Wat ik nu ga doen, ik ga heel eventjes naar de Plus. Eventjes een broodje halen en een lekker sapje of iets lekkers te drinken.
En dan ga ik door naar de Primark en dan ga ik een Primark shoptrip opnemen. Ik wil misschien ook nog wel een shoptrip van de Bijenkorf opnemen of zo, van de beauty afdeling. Maar dan moet ik even kijken. Ik blijf ook aan mijn huid zitten, moet ik ook niet doen, want het voelt gewoon heel zacht en zo. Dus dat zijn even de plannen voor de komende uren. Ik ben even bij de Plus, dat vind ik al zo leuk. Hè? Alleen heb ik eigenlijk twee handen vrij voor nodig. Gaat dat zo lukken? Gaat die er zo in? Ik ben toch een beetje naast. Ga ik toch even de kamer wegleggen. Even lekker wat ongezond gedaan. Nou ja, dit zit er natuurlijk wel iets van vitamintjes in. Beter is gewoon puur fruit. En twee chocolade croissantjes. Het is niet een hele romantische picknick of zo. Zo in de auto. Maar ik ben nou dichter bij de Primark. En ik heb geen zin om dan weer naar huis te gaan. En weer daar het op te eten. Dus ik ga lekker even hier wat eten. En ondertussen zet ik dan een filmpje aan op mijn telefoontje. Ik zag dat Sabrina, een van mijn favoriete Amerikaanse YouTubers. Ik heb het niet zo op Amerikaanse YouTubers. Komt puur door het accent, maar haar vind ik wel heel erg leuk. Zet ik haar eventjes een filmpje van op. Ik ben in de Stiesta stad. Ik snap alleen niet waarom het hier zo druk is. Ik bedoel, de eerste twee verdiepingen begaan de grond. De eerste tweede verdieping van de parkeergarage staat gewoon helemaal vol. Het is dinsdag, het is 11:30. Mensen moeten toch gewoon in het werk. Kijk, ik heb het hele weekend gewerkt, dus ik vind dat ik nog wel recht heb op een vrije dag. Misschien zijn het ook gewoon mensen die hier gewoon in de bedrijven werken. Maar dan lijkt me toch een duur grapje om constant je auto hier te hebben laten staan. Anyway, we gaan eventjes naar de Primark. En ik ga het daar ook bij laten. Ik ga niet verder nog naar winkels gaan, want dan ga ik weer iets kopen. En dat is niet de bedoeling. Ik ga je lekker meenemen. Ik hoop dat ik daar mag filmen. Ik ga een beetje stiekem filmen, zeg maar. Dus dat komt helemaal goed. Het is natuurlijk ook gewoon gezellig. Markt in Eindhoven. I forgot about that. Ik kan heel pinnen. Dat is ook wel leuk. Hoi Mark. Hoi Mark. Hoi Mark. Hallookie dookie, ik ben weer uit de Primark. Mijn gezicht is toch wel weer een beetje aan het glimmen. Maar ja, er zijn ook gewoon heel veel voedende voedingsstoffen in. Dus dat kan denk ik ook wel logisch zijn dat het gaat glimmen. Het schade bij de Primark is 47 euro. Maar ik heb echt wel dingetjes gekocht die ik nodig had. Ik had bijvoorbeeld wat hemdjes nodig, wat korte broeken. Ik heb ook wat dingetjes meegenomen die ik zag. Ik denk, oh dat is handig. Ik wil wat testen voor op mijn kanaal. Er zijn best wel wat welkome dingetjes, zeg maar. Die ik gekocht heb. Ook dingen die ik niet nodig had, laten we eerlijk zijn. Ik ga naar huis rijden. En dan ga ik wat filmpjes bewerken. En dan ga ik om een uur of 4:30 naar Emiel. Het is nou 1:00, zoiets. En dan ga ik ook nog even lekker een beetje chillen en zo. Maar ik ga nog wel even de filmpjes die ik gisteren allemaal heb opgenomen, ga ik even bewerken. Ik ga nog niet de shoplog opnemen. De Primark vlog komt trouwens apart online. Een aparte video, omdat anders deze vlog veel te lang wordt en dat ik ook geen stukjes wil knippen om de vlog zeg maar korter te houden. Dus die komt volgende week maandag online. We gaan lekker naar huis rijden en dan ga ik lekker wat filmpjes bewerken. Kom je thuis, staat er een cadeautje op je te wachten. Het pakketje van de Make-up Spot. Ik heb een Morphe paletje besteld, Coca-Cola versie. Nou, ik hou van cola en ik hou van Morphe make-up. Dus ik heb hem besteld en ik wil hem ook gaan testen op YouTube. Ik weet dat dat deels een excuus is om hem te kopen. Maar aan de andere kant, ja weet je, ik hou van make-up. En ik ben er gewoon dol op en ik hoef ook niet te verantwoorden waarom ik het heb gekocht. We gaan het even openmaken. Die verpakking alleen al zo mooi. Echt gewoon Coca-Cola. Ik hou van cola. Oh, so beautiful. Oh, binnenin is het nog mooier. Oh, kijk dan. Die rode kleuren, die rode glitter voor op het ooglid. Die gouden glitter. Oh, mooi. Ik ga er straks even foto's van maken en swatches. En dan ga ik hem vanmiddag lekker al gebruiken. Of misschien morgen, want ik heb natuurlijk nou dit groene aan. Dus dan is niet zo heel leuk bij deze look, maar oh, zo mooi. Ja, hier komt zeker een video van. Ik heb nog heel veel video's in de planning trouwens. Ik kreeg wel een beetje trek weer, maar ja, ik heb ook om 10:30 die croissantjes al op. En het is nou bijna 2:30. Een lekker pannenkoekje heeft mijn papa gemaakt voor mij. Een wit keizerbroodje met aardbeidjes en een banaantje. En heel erg ongezond. Een blikje cola. Ja, ik ben gek op cola, maar dat had ik al gezegd. Ik ga lekker een film kijken en dit opeten. Omdat ik thuis ben, merk ik pas hoe moe dat ik ben. Weet je, ik vind de Primark, ik word altijd zo geprikkeld. Alle kleuren, lichten, kinderen die roepen, schreeuwen. Nou kan ik eigenlijk wel heel goed tegen kinderen die roepen. Maar ook heel harde stemmen, geluiden, intercom. Allemaal dingen waar ik gewoon heel erg moe van word. Waar ik gewoon met mijn ADD gewoon niet heel goed tegen kan. Ik ga heel eventjes een uurtje lekker chillen. Het is nu 1:15. 1:50 zelfs.
En ja, ik woon heel dicht bij de stad, ideaal. En ik ga lekker eventjes een filmpje kijken en een beetje chillen. En een beetje, misschien wel een beetje wegdommelen zelfs. Daar is het ook een vrije dag voor. En dan ga ik daarna mijn video's bewerken, wat ik dus van plan was. Zo, even een wasje aangezet met mijn uniformpjes. Ik heb deze wasverzachter van Lenor gebruikt. Deze geurboosters. Ik vind deze geur echt heel erg lekker. Die gouden geur vind ik trouwens ook lekker. Maar ik heb nou deze een keer gebruikt. Ik zit eventjes op mijn werkkamertje, mijn studeer beauty make-up werkkamertje. Achter me staan de softboxen die ik dus altijd beneden op mijn slaapkamer zet. Het is een beetje donker hier, want ik heb lekker de gordijnen dicht, omdat ik gewoon bang ben dat het gewoon warm wordt. Hoewel het vandaag maar wel 20 graden is. Ik ga lekker even mijn filmpjes bewerken die ik gisteren heb opgenomen. Ik heb gisteren 5 opgenomen, 5. En vandaag ook weer 2, mijn vlog en mijn Primark shop vlog, zeg maar. Weet ik niet of ik daar allemaal naartoe kom om die allemaal te gaan bewerken. Maar in ieder geval wil ik mijn opgemaakt video en mijn favoriete video, tops en flops, wel af hebben. En de rest kan ik dan ook van de week nog een keer bewerken. Want ik heb wel al vooruit gefilmd. Ik gebruik altijd het programma MOV AV Editor AVI. Dat is een bestand, zeg maar, een soort bestand. Het is een super cheap-ass programma, wat gewoon niet al te ingewikkeld is. Ja, de belichting is hier echt heel slecht. Maar ik vind het gewoon heel erg fijn en easy. En toch kun je er heel veel kanten mee op. Maar het wijst zich gewoon vanzelf. En dat vind ik wel heel erg prettig, want ik ben nou niet zo'n hele technicus. Dit is mijn opgemaakte video trouwens. Die is afgelopen week online gekomen. Ik neem het dus op dinsdag 30 juni op. Zo, mijn filmpjes even aan het, ja, weet ik veel, bewerken, inladen, opslaan. Ga ik ondertussen even hier foto's van maken, zowel voor op Insta als voor op YouTube. Dus moet ik met mijn telefoon doen en met mijn camera. Ik kan ze ook, zeg maar, vanaf mijn camera op Dropbox zetten, maar ik vind het makkelijk om dan gewoon rechtstreeks op mijn telefoon te hebben. Kijk eens jongens naar die swatches van de Morphe paletten. Ik ben alleen die kleur, die bovenste kleur vergeten te swatchen. Ik denk, dat komt toch helemaal niet uit. Welke kleur mis ik dan? Maar dat is nou de kleur rechtsonder. Vandaar dat het er ook een beetje anders uitziet dan de rest. Maar kijk eens jongens, wel mooie swatches. Oh. Ik vind wel dat de rood tinten, de twee rechtsboven en de ondertinten, de bruin een beetje dicht bij elkaar liggen. Maar dit belooft echt heel veel goeds. Dat is ook weer zo typisch ik, hè. Die tas zit ook veel te vol weer aan zooi. Maar ik ben gewoon mijn sleutel kwijt. En ik ben met de sleutel binnengekomen. Dus hij moet in huis liggen. Maar waar? Weet je, ik heb alle logische plekken gehad. Zien het over mij gaat, kan ik misschien beter zoeken naar de niet-logische plekken. Want dit is van mijn werk en mijn autosleutel, mijn scootersleutel. Alles zit erin, maar niet mijn huissleutel. Die heb ik toch nodig om binnen te komen straks. Hoe belandt het ding nou weer hierin? In de Primark tas. Geen idee. Maar goed, ik heb hem. Oké, okay, plans has changed. Ik zou voor het eten naar Emil gaan. Dan zou ik koken en dan zouden we samen eten. Maar dat ging niet door. Want we zouden samen op ziekenbezoek gaan naar iemand in het ziekenhuis. Het regent trouwens, dus ik ga even met de auto naar het vriendin. Schandalig is, maar een paar straten verderop. Maar dan ook. En er mag toch maar één iemand bezoek komen. Dus ik ga eerst even zelf een frietje halen om te eten. Want thuis was er dus niet genoeg. Ik zou bij Emil eten, dus mijn ouders hadden daar geen rekening mee gehouden. Dan kan ik wel iets uit de vriezer halen en zo. Maar ik ga lekker een frietje halen. En dan ga ik daarna naar Emil. Koosje, daar is jouw stiefmoeder weer. Dag lieverd. Hij denkt, god, de heur weer met een geknuffel en een geaai. Zeg eens dag. Zeg eens mouw tegen de kijkers. Zeg eens miauw. Ja, ja, dames en heren, jullie zien het goed. Mijn vlog eindigt deze keer niet in bad, maar lekker in bed. Ik heb vanmiddag namelijk lekker gedoucht. Zag ik nou een mug? Ik hoop van niet. Ik ben terug van Emil. Het is nu 10:30. Ik dacht dus dat ik morgen weer moest werken, maar dat is dus niet. Een onverwachte verrassing. Ik heb liever zo'n verrassing dan andersom. Dan dat ik denk dat ik vrij ben en dat ik dus wel moet werken. Ja, het was een leuke, maar wel vermoeiende dag geweest. Ik ben dus morgen nog een dagje vrij hier tussendoor. Heel erg lekker. Ik wil in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond dat ik je een dagje meenam naar de schoonheidsspecialist. Een beetje door de Primark. Nou ja, die video komt dan op een later tijdstip online. Dat je zo'n beetje ziet wat ik op een dag allemaal doe. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram. En heel graag tot de volgende video. Doei!